Beste minister-president, ik ben Reda, 11 jaar en zit in groep 8 van de Emma-school. In de pauze op het schoolplein deelt Reda zijn plan met de rest van groep 8. Zoals de meesten van jullie weten ben ik een petitie gestart. Een brief aan Mark Rutte en een handtekeningenactie. Want Kamp en de musical moeten doorgaan, vindt Reda. Toen keek ik die avond naar de kinderpersconferentie en toen vroeg iemand aan de minister-president van gaat het Kamp en de musical door? Er zijn geen schooluitjes. En straks is er ook geen eindmusical met een volle zaal, met familie en vrienden, zoals je normaal gesproken het jaar afgesluit. En toen dacht ik, daar moet ik wat aan doen. Met deze brief wil ik vooral duidelijk maken dat voor veel kinderen het einde een belangrijk moment is. Na groep 8 zie je elkaar meestal nooit meer. Dus... En het is gewoon leuk en gezellig. Vooral bijvoorbeeld samen in de tent zitten en stiekem snoepjes eten. En Reda's klasgenoten zijn het hartstikke met hem eens. Ik vind dat het wel eigenlijk gewoon bij groep 8 hoort. Vooral ook de sfeer en samen oefenen bij de musical en met z'n allen op kamp gaan. Ik denk dat het een droom is van iedere achterste groepen om op te treden voor heel veel mensen. Je wil gewoon bijvoorbeeld ook snoep meesmokkelen naar kamp. Dat is ook van die leuke momenten die je dan met de klas zeg maar meemaakt. Ik heb er eigenlijk al vanaf groep 6 op verheugd. De minister krijgt meestal wel veel brieven. Maar ik weet ook niet of dat hij naar kinderen luistert, maar ik zou het wel fijn vinden als hij dat wel doet. Ik denk dat de minister-president zich eens moet proberen in te leven, hoe het is om zonder kamp en zonder musical dan plotseling afscheid van elkaar te nemen. Ja, het is duidelijk wat ze hier willen. En als dat niet op de normale manier kan, hebben ze wel wat oplossingen. Misschien kunnen we allemaal getest worden voor het kamp en iedereen die dan negatief is, die kan dan mee op kamp. We zouden misschien wat meer stoelen kunnen nemen en die dan op 1,5 meter zetten. Of dat allemaal kan, is nog onduidelijk. Maar die duidelijkheid is volgens de achtste groepers wel nodig. Want de rollen voor de musical moeten verdeeld worden en het snoep moet worden ingeslagen. Het is niet echt heel duidelijk allemaal, dat is onhandig ook inderdaad. Ze kunnen beter eerder zeggen of het kan of niet, want anders dan zit je net te denken of het nou wel kan of juist niet kan. De school die moet eigenlijk al van heel vroeg weten hoe dat gaat, want ze moeten natuurlijk de bus regelen en ze moeten het kampterrein ook weer regelen. Dus ja, eigenlijk hebben we heel snel mogelijk antwoord nodig. Maar dat antwoord is er nog niet. Tot die tijd blijft Reda sowieso handtekeningen inzamelen. Ik hoop dat die petitie ook echt iets gaat opleveren. En dat de mensen in de regering dan ook echt denken van... Oh ja, die bestaan er ook nog.